Hallo vrienden, laten we gaan! In deze video vind je een ongelooflijk verhaal over de vier elementen. Een eenvoudig watermeisje Zoe gaat naar de universiteit met drie andere hoofdelementen. Arme Nick, rijke Ethan en gigarijke Andrew. Elk van de jongens vertegenwoordigt het eigen element. Nick is heet vuur. Ethan is nobele aarde. Andrew is frisse lucht. De jongens zullen voor veel uitdagingen komen te staan, met ups en downs. En aan het eind zal Zoe een moeilijke keuze moeten maken. Welke keuze? Kijk en kom erachter! Maak het je gemakkelijk. Het gaat erg interessant worden. Oh, ik heb geen water meer. Maar dat is geen probleem. Ik heb geluk dat ik geboren ben met zulke nuttige gaven. Hé, watermeisje, mag ik ook een slokje? Alsjeblieft. Oké, ik zal je redden. Eindelijk. Verdampt? Alweer? Ik heb al een constante droogte door de verhoogde temperaturen in mij. Hallo iedereen. Zoe is hier. Wat is ze mooi. Oké, ik weet dat ze mijn charme niet kan weerstaan. Wacht even. Als elke keer dat hij naar Zoe kijkt de planten bloeien met geld, dan vind ik dat goed. Ik zal eindelijk mijn armoede beëindigen. Nee, gewoon niet dit. Waarom heb ik zo'n pech? Zoe schenkt helemaal geen aandacht aan mij. Zoe, laat me je dit mooie en erg dure boeket geven. Wat schattig. Ruik naar groen. Achoo! Ik had een hele andere reactie verwacht. Oh, dat was onhandig. Ethan, het spijt me. Het lijkt wel of ik allergisch ben voor bankbiljetten. Ik ben het zat arm te zijn. Nou, ik heb vanochtend nog mijn baard laten trimmen. Hij kan me ook gewoon bloemen geven. Je hebt me nog niet gezien na het douchen. Oh, dat is de lucht. Hoi, hier is je gigarijke klasgenoot. En ik heb iets voor Zoe. Ze laat me niet met rust. Achoo! Ha, gewoon niet weer. Oeps, sorry. Dat komt allemaal door jouw lucht. Ha, de dag begint leuk. Wie heeft je goudstof nodig? En doe dat papier weg. Zo, de les mag beginnen. Ga! Ha, ik ben hier al een pro in. Ik rij in een Ferrari in de stad. Computerrace is niets voor mij. Ik doe elke keer zo mijn best. Misschien haal ik wel een goed cijfer. Ik wissel elke maand van sportwagen. Ik ben mijn stuur vergeten. Meneer Rogers? En niet spieken. Studenten, wil je iets, Zoe? Heb je een reservestuur? Nee, wat moet ik nu doen? Stil water, niet huilen. Je kunt het mijne nemen en trainen. Bedankt. Nou, laten we het proberen. Oh jee. Nou, hoe is het? Nee, het is niets voor mij. Neem de mijne. Bedankt. Ah, het is heet. Ik ga nu verdampen. Stop je sintel weg, Twinkle. Neem mijn wiel, Zoe. Dank je, Andrew. Ik garandeer je dat je deze geweldig zult vinden. Het is zo schattig en zacht. En gevaarlijk op hetzelfde moment. Het verpest mijn haar. Nee, ik kan zonder stuur. Misschien een joystick proberen? Hier. Het is een geschenk en het heeft een diamanten coating. Leg het weg. Stop. Wow, ik neem tenminste een pauze van hen. Ik zal gewoon op mijn smartphone spelen. Ja, ik heb de laatste ingehaald. En ik ben bij de eindstreep. Hebbes! Overwinning! High five! Oh juist, ik heb ze bevroren. Prima, daar. Hihi, ze hadden me niet kwaad moeten maken. We wilden alleen maar helpen. Ik heb het koud tot de laatste korrel. Hoe gaat het met jou? Al warm. Het is nooit rustig met hen. We hebben honger. Je zult zo lang wachten als moet. Oh, Zoe, dames eerst. Jullie zijn echte heren. Eet smakelijk, Zoe. Ik wil graag een hamburger, alsjeblieft. Het is allemaal precies zoals het hoort, volgens de status. Geniet van uw maaltijd. Oh, zoveel lekkers. En ik heb zo'n honger. Mag ik ook een hamburger? Nee, ik heb een ander gerecht voor je. Dat meen je niet.
zijn ze zo hebberig dat ze niet één kleine hamburger kunnen geven. Oh, wat een opvliegend karakter. Het gaat allemaal om status, toch? Hier is mijn status. Nick moet nu kalmeren. Anders riskeert hij het afbranden van de hele school. Oeps, dat meen ik niet. Het is gewoon moeilijk voor mij om mijn emoties onder controle te houden. Zoe, wil je een hamburger? Oh, kijk naar Nick. Ik kom altijd in de problemen door mijn vurigheid. Haha, we hebben een nieuwe chef. Een schort past bij hem. Eindelijk kunnen we een pauze nemen van de eindeloze lessen. Gigarijke lucht is zo irritant. Misschien wil ik Zoe ook wel mee uitvragen. Geweldig, James. Je bent net op tijd. Nu ben je vrij. Zullen we spelen, Zoe? Om wat plezier te hebben? Deze arme, vurige jongen kan niet tegen me op. Geld is niet alles. Kom op, ik zal je verslaan. Oh, nee. Zoe, wat is er gebeurd? Ik heb mijn nagel gebroken. Ik zal je helpen. Sjoe! Ah! Dat is het. Oh, mama's, ik had niet aan het haar gedacht. Nu is het nog erger. Wat heb je gedaan? Jij vieze bries. Kom op, het ziet er niet zo slecht uit. Ik weet hoe ik het kan maken. Wow, ik zou zulke strijkvingers wel kunnen gebruiken. Klaar. Bedankt, Brand. Maar hoe zit het met mijn nagel? Laat dat maar aan mij over. James, geef water een manicure. We laten je vorm, zoals ik het zie. Ik bied je een speciale polish aan. 4 elementen. Oké, mijn butler is goed. James, ik zal je salaris verdubbelen. Laatste hand. Het is klaar. Laat het nog even drogen. Dit is prachtig. En zo creatief. Het is allemaal dankzij mij. Niet aan jou, aan de butler. Maar mijn butler. Ik heb haar haar ook gedaan. Nog een lezing en ik ben vrij. Afstudeeravond. Ik droom er al zo lang van. Ik ga naar een modeboutique en kies de mooiste jurk. Dit is het, de droomjurk. Mijn favoriete kleur. Precies zoals ik hem had voorgesteld. Ja, ik ga hem kopen. Dat moet genoeg zijn. Verkoopster, mag ik even? Hoe kan ik u helpen? Ik wil deze jurk graag kopen. De prijs is $18.000. Ben ik naïef? Wat jammer. Met deze jurk aan zou ik zeker Miss College worden. Dank jullie. Dank jullie, mijn lieverds. Dromen. Ze zijn niet voorbestemd om uit te komen. Zoe, waarom ben je verdrietig? Dat deed het. Oh, wat een stortbui. Waarschijnlijk iets ernstigs. Dat is beter. Nu worden we tenminste niet nat. Dat betwijfel ik. Kijk naar de paraplu. Wat is er aan de hand? Water? Ik wil naar het schoolbal in een mooie jurk. En ik heb niet genoeg geld om het te kopen. Drink. Je zult je beter voelen. Er is alleen nog stoom over. Zoals altijd. Geef me de fles. Ik kan me tenminste altijd wat water veroorloven. Wacht, dat is een idee. Zoe, het is tijd om je eigen zaak te beginnen. Ik weet hoe je de jurk kunt kopen. Koop water. Pers schoon water. Het is zo belangrijk om je waterhuishouding op peil te houden. Ik zal niet op tijd geld verdienen. Hoe gaat het? Slecht, niemand wil mijn water. Koop water. Dat is waar. Zoe, ik heb een idee. Niemand koopt omdat niemand dorst heeft. En hoe maken we ze dorstig? Gewoon de lucht verwarmen. Nu zullen alle flessen in één keer uitverkocht zijn. Oh, het is warm. 1 fles alstublieft. Misschien zijn 2 beter? Ja. Mensen, kom op. Koelwater is hier. Vuur is een genie. In dit tempo koop ik misschien een jurk vandaag. Ja. Hier, maak je geen zorgen, vrienden. Er is genoeg water voor iedereen. Zoals te zien was. Wow, ik kan niet geloven dat er zelfs genoeg is om nieuwe schoenen te kopen. Dromen komen uit water. Je moet het alleen heel graag willen. Wil je met me mee? Zoe, ik nodig je uit. Stap terug, Ethan. Kom met me mee naar de diploma-uitreiking. Hey, Lucht, de directeur heeft voor je gebeld. Kom je met me mee? Eigenlijk was dat voor jou. Zoe, jij gaat met mij mee, toch? Hij heeft voor jou gebeld, Zoe. Niet zo snel, man. Zoe gaat met mij mee. Ik maak geen kans tegen deze rijke kerels. Ik heb haar eerst geroepen. Wat moet ik doen?
Wie moet ik kiezen? Vertel me, met welke van de jongens moet ik naar de afstudeeravond? Schrijf je antwoorden in de comments onder deze video. Tot ziens!